Diversiteit? Wat is dat? Stel, je zit op school. De kinderen in je klas zien er net zo uit als jij. Er is dus weinig diversiteit. Met diversiteit bedoel je dat er variatie is. In een diverse groep is dus niet iedereen hetzelfde. Nee! Van nature heb je de neiging om te gaan met mensen waar je op lijkt. Dat heeft voordelen. Wij begrijpen elkaar zo goed, hè? Maar... ik hoor er niet bij. Anderen kunnen zich hierdoor buitengesloten voelen. Ja! Vooral als je het gevoel hebt dat je bij een groep hoort die minder belangrijk is dan andere groepen. Waarom zijn wij nooit op tv? Of als je minder kansen krijgt. Wat doe jij hier? In een diverse groep moet je er rekening mee houden dat iedereen verschillend is. Ik hou van hitte. En ik van kou. Ik hou van water. En ik van vuur. Een diverse groep heeft waarschijnlijk ook diverse kennis. Die kennis heb je niet als iedereen hetzelfde is. Nom, 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 nom. Divers eten is gezonder dan elke dag hetzelfde. Divers werk is leuker dan eentonig werk. Zij, zeg. En in een divers tuintje staat altijd wel wat in bloei. Diversiteit zit natuurlijk niet alleen aan de buitenkant. Want hoeveel de kinderen in je klas ook op je lijken, van binnen is uiteindelijk iedereen anders. En over sommige dingen denk jij misschien wel precies hetzelfde als iemand die er heel anders uitziet dan jij. Hoera! Test dat maar eens uit bij jou in de klas.